Sjoerd van der Hoorn uit Leimuiden is IT-consultant, maar bedacht in de file bij Leiderdorp een plan om een eind te maken aan het fileleed op de A4 richting Den Haag. Rijkswaterstaat onderzoekt nu of zijn plan kan worden uitgevoerd. Bij Leiderdorp gaat het in de spits vaak mis op de A4 richting Den Haag. Ondanks de recente verbreding van de A4 ontstaat hier toch file, omdat de hoofdrijbaan van 3 naar 2 rijstroken gaat, de zogenaamde flessenhals. En sinds dat het nu 3 banen is, sinds dat het af is, dan heb je verderop dat het van 3 naar 2 banen gaat. En ja, moet iedereen eigenlijk elke keer weer remmen en sta je gewoon stil het hele stuk. Wat vind je daarvan, dat het toch nog niet goed is? Ja, het is wel een beetje jammer, want er zijn heel veel mensen die hebben hard aan gewerkt en heel hard over nagedacht. En ja, dan zijn het van die hele kleine dingetjes uiteindelijk die zorgen dat het toch niet helemaal niet goed werkt. En dus ging Sjoerd zelf nadenken hoe je zonder al te veel grote ingrepen de doorstroming zou kunnen verbeteren. De kern van het plan is het aanpassen van de beleiding van de snelweg, zodat er geen flessenhals meer is op de linkerrijbaan. Ritsen hoeft dan dus niet meer. Ik wil eigenlijk zorgen dat de linker 2 banen doorgaande rijstroken worden en dat je nooit daarmee hoeft samen te voegen. En dat de rechterbaan eigenlijk af en toe een parallelweg wordt en dat daar de mensen op en af kunnen rijden en dan uiteindelijk weer op de doorgaande rijstroken komen. En dat je daardoor niet meer stil hoeft te staan. Klinkt logisch. Heb je dat gewoon in de auto bedacht? Ja, maar wel in 5 jaar tijd dat ik elke keer weer opnieuw stilstond in diezelfde file. Dus ja, dan heb je al tijd om er even over na te denken. Het plan van Sjoerd heeft inmiddels de aandacht van Rijkswaterstaat. En het zou zomaar kunnen dat ze ermee aan de slag gaan. Hoe serieus nemen jullie het? Nou, heel erg serieus. Anders hadden we ook niet naar gekeken met hem op basis van financiële deskundigen, verkeerskundigen, juridische mensen. Om te kijken wat is mogelijk van dit idee. En anders hadden we er meer ook niet hoeven uitnodigen. Verwacht je dat het gaat werken? Ja, als alles wordt aangepast wel. Zeker weten? Ja. Dus misschien kunnen we hier over een tijdje een stuk beter doorrijden.